Vlog en we zijn op het nieuwe busstation van Zuidplein, die morgen in werking gaat komen. De drums doen het, de bushalte staat mooi. Hoi. En ik ben weer met Nick. Hallo. Ja, op bus op Paron A. Stopt 70 naar Charlo's en 67 naar Pendrecht. En dan gaan we naar platform B, de 66 naar Feyenoord. De 75 naar Gralings en zo en de 77 naar SS Rotterdam. Op platform B. En dan lopen we langzamerhand naar platform C, waar de 84 naar Barendrecht, de 184 via Barendrecht naar Kralingse Zoom, de 187 naar bedrijventerrein Nieuw Rijenwaard en de spits 283 via Rijenwaard naar Kralingse Zoom. En ook via Barendrecht. En dan komen we aan op platform D, de 142 naar Slekkeveer, de 143 naar Ridderkerk en de 144 naar Sporthal Drievliet in Ridderkerk. En de 290. Nee, je vergeet er nog één. De 146, de sneldienst naar Ridderkerk. En de 290 naar Havenstraat in Ridderkerk. Ja, dan gaan we over naar perron E, waar de 44 naar Rotterdam Central Station. En de 76 naar Keizerswaard. Dan lopen via de Groene Zoom. Dan lopen we over naar perron F, waar de 70 naar Keizerswaard en de 72 naar Sluisjesdijk betrekken. En dan komen we op G, de Q-bus lijnen. 92 naar Dordrecht via Hendrik Ido Ambacht. En de 192, de spitslijn, Dordrecht via Ridderkerk. En de Arnhembus 491 naar Sliedrecht via Papendrecht. Dan komen we aan op platform H. Waar de 160 naar van Connection naar Goudzwaard. De 171 naar Oud-Beijerland en de 172 naar Oud-Beijerland Sportlaan. Dan lopen we over naar perron J, waar de 166 richting Dordrecht Centraal gaat. De 174 de spitslijn naar Numansdorp, wethouder van de Veldenweg. Lijn 176 naar Schravendeel Provinciale Weg. En de 177 naar Strijen-Julianastraat. Dan gaan we naar platform K. De Airnetbussen van Connection, de 436 naar Stellendam busstation en in de avond en op zondag rijdt hij door naar de Bernhardweg in Ouddorp. En de 437 de snelbus naar Dirksland ziekenhuis. Dan lopen we inmiddels door, bijna bij het einde, naar platform L. Platform L, bus 310 naar Bergen op Zoom van Bravo direct. En de 395 busstation. Dan komen we weer bij de RT van platform M. Lijn 68 naar Heijplaat RDM Campus en lijn 69 de spitslijn naar Pernis. En dan komen we bij het laatste, platform N. De snelbus, de spoorlijn 668 naar STC Campus Waalhaven. Rijdt alleen tijdens de schooltijden en niet in de schoolvakanties. Dat klopt. En deze halte komt dus morgen in werking. Ik vind het heel overzichtelijk. Ze hebben het mooi gemaakt. Ja. En we zullen zien hoe het er straks met al de bussen eruit komen te zien. Dat zal ik denk ik wel deze week gaan filmen. Ja. En de oude bushaltes die gaan weg. Ja, zeker. De trims staan er mooi bij. Ze doen het al. Daar hebben ze ook de trims weggehaald. Ja, dat klopt. En ja. En dan hebben ze hier nog een extra bord neergezet. Daar lopen we even rustig naartoe. Het is lekker. Als het goed is, moet hij nou ook in werking zijn. En hij doet het niet. Soort van. Hij doet het wel. De tijd. Hij doet het wel. En dan kan je, als je vanaf hier aankomt lopen, waar nu allemaal rotzooi staat, kan je gewoon lekker je busvertrek op je gemakje zien. Wat niet echt nodig is, want zo kan je het ook lekker op je gemak bekijken. Nou, dus. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij een gloednieuwe video van tramconducteur Regano. En abonneer op Nick RET en Scania Fan Nick. Later!